hartelijk welkom bij Rijnmond Nieuws. Dancefloat in Rotterdam afgeblazen. Bewoners Vlaardingen in actie tegen bezuinigingen en... Oranje kip moet ook tijdens het WK gewoon bruin zijn. En het weer voor morgen, het aldus. Zaterdag is helaas een bewolkte dag. In de ochtend al, dan gaat het vanuit het westen ook af en toe regenen. Of er valt een enkele bui. De temperatuur die komt duidelijk lager uit dan vandaag. 20, hooguit 21 graden. En er waait ook een stevige zuidwestenwind. Windkracht 4 of 5. Graag tot zometeen. Dancefloat, het dancefeest dat morgen gehouden zou worden aan de Parkade in Rotterdam, is op het laatste moment afgelast. Het feest gaat niet door omdat de organisatie failliet is. Mensen met een kaartje zijn waarschijnlijk hun geld kwijt. Vrachtwagens vol dranghekken vertrekken van de Parkade in Rotterdam. Vanmorgen maakte de organisatie bekend dat Dancefloat is afgelast. Het had een groot dansfestijn moeten worden, met DJ's op de kade en op boten op de Maas. Maar vorige week besloot de organisatie al dat het feest kleiner van opzet moest worden, omdat er veel te weinig kaarten waren verkocht. Wij waren ervan overtuigd dat het grootschalig in Rotterdam neergezet kon worden. Dat bleek niet het geval. We kregen daar vanuit de achterban verzoeken en opmerkingen om het samen te voeren. Voor ons was dat een dringende reden omdat de kaartverkoop op dat moment achterwege bleef. Wij hebben dat aangepast en dat heeft tot op heden niet voor het gewenste effect gezorgd. Een van de gedupeerden is Ducos, dat door Dancefloat was ingehuurd voor de opbouw van podia, licht en geluid en voor de publiciteit. Is de schade groot voor Ducos? Ja goed, het is ook een jaar lang werk geweest, of acht jaar, een klein jaar lang werk geweest voor het hele team. En al die tijd die je daaraan besteedt, kun je niet naar anderen besteden. Dus al die uren zijn we nu kwijt. Want naar het geld wat je ervoor zou krijgen, kun je fluiten, weet je dat nu al? Of is er nog wel een kans dat daar nog wel iets van komt? Nee, we zouden factureren na afloop, dat was de afspraak. Omdat het een nieuwe organisatie was, geef je die ruimte. Nou, als de BV leeg is, kan ik wel factuur sturen, maar heeft geen zin meer. Er moesten 10.000 kaarten verkocht worden om het feest te kunnen laten doorgaan. Dat is dus bij lange na niet gehaald. Natuurlijk met de 2800 mensen die wel een kaartje hebben gekocht. Wat gaat er met hun geld gebeuren? Ja, dat is voor ons ook nog even een vraag. Naar alle waarschijnlijkheid worden die doorverwezen naar een curator. Ja. En dat betekent dat ze hun geld niet terugkrijgen in de praktijk? Die ervaring heb ik zelf niet gehad. Maar er staan schuldeisers natuurlijk. Hè? Ja, dat sowieso. En de curator zal dat moeten bepalen. Ja. Dat is te vroeg om iets over te zeggen. Nou staat voor jullie als Ducos ook Rotterdam Unlimited voor de deur. Komt dat niet in gevaar door deze SOF? Nee. We hebben geen vier gehad en dat is balen. En dat kost ons echt geld. Maar Ducos blijft gewoon bestaan. En Rotterdam Unlimited gaat gewoon van 18 tot en met 20 juli gewoon door. Op de verbindingsweg vanuit Ridderkerk-Bolnes naar de A16 is vanmorgen een man om het leven gekomen. Getuigen zagen de auto eerst de linker en vervolgens de rechter vangrail raken. De auto kwam tot stilstand op de vluchtstrook en vloog in brand. Toen de brandweer kwam, was de auto al uitgebrand en was het slachtoffer overleden. Er zaten geen andere mensen in de auto. De vrouw die haar baby achterliet na een winkeldiefstal in de Feyenoordshop in Rotterdam is aangehouden. De politie vond de 22-jarige Rotterdamse bij haar moeder thuis. De vrouw vluchtte weg uit de fanshop bij de Kuip toen ze werd betrapt op winkeldiefstal. Ze liet buit en baby achter. De jonge vrouw zou voor een paar honderd euro aan spullen in de kinderwagen hebben gestopt. Woensdagavond heeft de politie de 8 maanden oude baby aan jeugdzorg overgedragen. Deze organisatie neemt de situatie van de vrouw onder de loep. Bewoners vrezen dat Vlaardingen een spookstad wordt nu het gemeentebestuur voornemens is om de komende jaren 12 miljoen euro te bezuinigen op onder meer de stadsgehoorzaal en het zwembad. Gisteravond lieten Vlaardingers hun ongenoegen blijken tijdens een bijeenkomst in het stadhuis. De verontwaardiging onder Vlaardingers over de bezuinigingen is zo groot dat de gemeente gisteravond een speciale inspraakavond organiseerde. Dat kost verenigingen en allerlei vrijwilligersorganisaties gaat dit gewoon de kop kosten. Ik hoor al een kreet van slaapstad, maar ik denk dat dat echt wel waar gaat worden, ja. Ik ben helemaal niet tevreden. Bekend spookstad. Ik wou wat zeggen over de stadsgehoorzaal. Dat vind ik afschuwelijk dat hij zijn programmering zou verliezen. Maar liefst 39 instellingen of bewoners van Vlaardingen namen de moeite de gemeenteraad toe te spreken. In soms emotionele betogen probeerden ze het stadsbestuur op andere gedachten te brengen. Machteloos. Machteloosheid. Dat is wat ik voel. Boos. Woedend.
Ongeloof. Zowel de stadsgehoorzaal als zwembad De Kulk vrezen dat ze de deuren moeten sluiten. De forse bezuinigingen zijn volgens het stadsbestuur nodig, omdat de spaarpot de afgelopen jaren behoorlijk is aangetast. En de tijden van de kaasschaafmethode zijn voorbij. Maar volgens de Vlaardingers worden de verkeerde keuzes gemaakt. Ik vind het ook vreselijk dat de kinderboerderij eventueel moet sluiten. Het is uw plicht om te voorkomen dat wij een spookstad worden. We hebben voor deze gelegenheid een extra hond genomen, zodat er meer hondenbelasting binnenkomt. De gemeenteraad praat volgende week woensdag en donderdag over de voorgenomen bezuinigingen. Zwembad De Kulk heeft al aangekondigd te gaan demonstreren. En de eerste Vlaardinger die wil verhuizen, heeft zich al gemeld. Als deze kaalslag in Vlaardingen aanhoudt, dan ga ik naar Frankrijk. En ik kom nooit meer terug! En straks doet onze toekan Chiquito weer een voorspelling voor Oranje. Kunstwerk De Kip in Rotterdam-Ommoord is oranje, maar niet uit eigen wil. Het is inmiddels wel een beetje een pechkip te noemen, want het was na een restauratie net weer terug op zijn oude plek en nu dit weer. De stichting die kunstwerken in de wijk beheert heeft aangifte gedaan en hoopt dat de dader zich meldt. Dit is die De Kip, wereldberoemd in Ommoord. Eigenlijk een bruine Barnevelder en net gerestaureerd. Waarom zou dat oranje gespoten zijn? Nou, omdat het eigenlijk heel erg... Dat het de speel is van het... Hoe heet dat ook weer? Van het voetballen. Ah, van het voetballen is het. Gisteren was het een bruine kip. Was het gisteren een bruine kip? Ja, zeker getoverd. Ik vind hem echt heel mooi. En de kinderen vinden het ook altijd leuk om erop te gaan zitten. Ja. Dus ja, ik vind hem mooi. Ik vind hem leuk. Ik kan er ook niks aan doen. Ja. Maakt toch niet zoveel uit. Ja. Wees blij dat er weer de kip is, hè? Want hij was natuurlijk weg een tijdje. De restaurateur kwam vanochtend zelf kijken. Waarom is het weer nodig? Want dit gaat in de opdracht van een stichting die ook samenwerkt met de buurt, kost geld. Stichting De Witte Bollen zamelde geld in voor de restauratie, die nu met de spuitbeurt weer teniet is gedaan. Het is toch een beetje te vergelijken als je naast je auto hebt staan, want dat kost net zoveel, als mensen zeggen, nou die zal ik ook even oranje spuiten. De stichting heeft aangifte gedaan en hoopt dat de dader zich vrijwillig zal melden. Dat we ervan uitgaan dat hij een WA-verzekering heeft. En dan zou ik me aansprakelijk kunnen stellen. Nou, laten we hopen dat het helpt, hè, komend weekend. Ik hoop het. En straks een ingelaste aflevering van FC Rijnmond. Want, Etienne, er is heel wat te bespreken. Ja, we hebben natuurlijk het WK voetbal, hè, waar het Nederland zelf het bijzonder goed doet op dat WK voetbal. En daar gaan we morgen naar kijken. Daar gaan we over praten, over die wedstrijd van morgen. We gaan ook praten over wat er gebeurt in de voorbereiding van Feyenoord, Sparta, Excelsior en Dordrecht. En veel Feyenoorders staan op de nominatie, misschien wel verkocht te worden. Kortom, tijd voor wat duidelijkheid. Dat doen we met onze eigen voorspeller Jan-Dirk Stouten en met Peter Houtman. Dus zometeen ook van hun de voorspelling wat Nederland gaat doen. Dankjewel, Etienne. En dan nu het moment waarop u allemaal hebt zitten wachten. Wat gaat Nederland zaterdag doen tegen Costa Rica? Wij vragen het aan Toekan Chiquito van Diergaarde Blijdorp. Hij had het tot nu toe 3 keer goed en 1 keer fout. Voel jongens, wat een warme dag vandaag. Als dat maar goed komt met Chiquito. Kan die hitte, kan dat de voorspelling beïnvloeden? Als hij niet lekker in zijn vel zit, kan het enigszins natuurlijk wel beïnvloed worden, ja. Ja, zeker. En nog een moeilijkheid. De vlaggen van Nederland en Costa Rica lijken wel erg op elkaar. Ja, vogels kunnen niet zo heel goed kleuren onderscheiden. Het is een velle vruchteneter, dus voor hem is het ietsje makkelijker. Maar het zal denk ik wel een lastige zaak worden voor hem, ja. Maar het moet nu toch echt gaan gebeuren. Kom op, Chiquito, wat wordt het? Nee! Oh, domme vogel, kan ons het schelen. We doen het gewoon nog een keer. Nee! Waarom? 3 keer is scheepsrecht. Doe het nu goed, Chiquito. Oh, nou! Oh, nee! Wat nu? Ja. Ja, voor ons is het een hele leuke vogel voor een demonstratie. Dus wat dat betreft blijven we gewoon lekker doorgaan met hem zoals het idee. Gewoon lekker laten zien aan de mensen. En gewoon lekker rond laten vliegen hier bij ons in de demonstratie. Ja. Geen broodje toekan? Nee, absoluut niet. Nee, zeker niet. Okay. Het is een van de leukste vogels van onze demonstratie. Dus wat dat betreft, nee, die blijft lekker rondvliegen. Absoluut.
En nou terug naar je hok. De vogel. Tja, en nu maar hopen dat hij ongelijk heeft voor morgenavond. En wij beloven u, als hij het fout heeft, dan hoort u nooit meer iets van deze vrolijke fladderaar. Dat was het. Meer nieuws vindt u op onze site, rijnmond.nl. Ik wens u nog een hele fijne dag verder.